Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken weer naar een nieuwe video. Mijn naam is Zoë Yung en je kijkt vandaag naar een grote Zara shoplog. Ik heb heel de Zara leeg besteld, voor mijn gevoel. Ik heb echt heel veel besteld. Ik denk aan voor €500 ongeveer. Ik heb lekker met Klarna gedaan, zodat ik dingen weer terug kan sturen en nog helemaal niks heb hoeven betalen. Ja, ik heb dus echt heel erg broekencrisis. En ik weet gewoon niet meer wat ik leuk vind qua broeken. En ik weet ook niet meer... Ja, het past allemaal niet zoals ik wil. En ik kan gewoon niet de goede broeken eigenlijk vinden. Dus ik dacht, weet je, ik bestel gewoon een heleboel broeken. En ik ga thuis gewoon lekker passen. Ook gewoon broeken die ik normaal eigenlijk helemaal niet zou bestellen. Omdat, ja, ik heb ook bijvoorbeeld een witte spijkerbroek. Nou, ik haat witte spijkerbroeken, maar ik dacht, ja, misschien. En als ik het straks aan heb, dan staat het wel opeens heel erg leuk of zo. I don't know. Ja, alles ligt hier naast me. Het is echt veel. Voor mij doen is het echt heel veel. Ik denk voor iedereen's doen wel. Maar oké, laten we gewoon beginnen. Ik heb niet alleen broeken besteld. Ik heb ook een paar andere dingetjes besteld. Maar eigenlijk bestaat het meeste wel uit broeken. Laten we beginnen eerst met iets wat niet een broek is. En dat is dit jurkje. Ik had dit jurkje besteld bij de Zara. En hij is echt super mooi. Ik vind de print echt heel erg schattig. En ook het stofje die ervoor is gebruikt. Hij is echt heel erg leuk. Ik twijfel nog een klein beetje of ik hem ga houden. Want ik had hem dus aan. En ik vind hem dus aan de achterkant redelijk kort. En ik vond dat hij wel ietsje strakker had mogen zitten bij mijn taille. Maar ik vind hem zo leuk dat ik hem denk ik niet weg kan doen. Dat ik hem echt heel graag wil houden. Hij was €30 en ik heb hem in een maatje M genomen volgens mij. Ja, ik heb een M genomen. Als het aan mij ligt bestel ik altijd overal een S van. Alleen sinds kort heeft dus de Zara zo'n functie dat ze je maat voor je berekenen. En ik vertrouw dat altijd wel. En vaak klopt die bij mij altijd wel. Dus ik heb nu een M genomen omdat ze zei dat ik een M moest. En ja, op zich qua lengte is een M misschien wel beter. Maar een S was misschien wel beter qua de omtrek zeg maar van mijn taille. Maar deze, dus ja, deze heb ik nog een beetje in twijfel of ik die ga ruilen of dat ik hem gewoon houd. Dan heb ik hier nog een kabeljurk. En deze twijfelde ik dus ook over of ik deze wilde houden. Want ik vond hem niet heel erg... Ik vond wel dat ik heel erg, zeg maar, mijn rondingen erin uitkwamen. Zeg maar, hij zat ook mooi bij mijn billen en zo. Alleen ik vond hem ook weer een beetje dikkig maken. Dus mijn rondingen kwamen weer iets te veel eruit. Maar ik heb deze dus in een maatje M. En hij was €20. En het is gewoon, ja, echt een hele lange gebreide jurk. Maar ik vind dit wel heel erg leuk voor de zomer. Als ik naar het strand ga of weet ik veel wat eigenlijk voor een leuke foto. Dus, en ik vind het ook best wel goedkoop. €20 voor deze jurk. Dus ik ga deze denk ik wel gewoon houden. Dan heb ik nog een topje die ik echt niet kon laten liggen. Of nou ja, op de website. Zeg maar niet in mijn winkelmandje kon laten. En dat is deze. Echt super schattig. Met van die touwtjes zo. Van die strikjes op je schouders. Ik heb deze ook in een maatje M. En deze was €16. 15,95. Super schattig. Dan heb ik nog één eentje dat zeg maar geen broek is. En dat is dit leren jack. En helaas valt dit leren jack niet zoals ik wil. Ik heb hem dus één keertje gezien bij een meisje op Insta. En bij haar zat een leren jack gewoon super oversized en groot. En zo'n leren jack was ik dus ook. Ben ik echt al fucking lang trouwens aan het zoeken. Maar ik dacht dus dat ik hem had gevonden bij de Zara. En ik had hem expres nog in een grotere maat genomen. Dit is trouwens van de mannenafdeling. Het is een M. En qua... hoe noem je dat? De mouwen zaten dus te strak, waardoor die niet echt mooi oversized viel. Alleen, zeg maar, het lichaampje, of ik weet niet hoe je dat noemt, maar gewoon dit stuk zat redelijk goed eigenlijk. Ik had hem denk ik in de maatje L echt perfect gevonden. Alleen de mouwen zitten dus, ja, gewoon heel erg aangesloten. En dat is niet hoe ik hem wil. Dus deze ga ik sowieso terugsturen. Maar ik had deze dus in een maat M. En hij was €69,95. Dan heb ik nog een klein broekje. Dit wilde ik gewoon... eigenlijk als pyjama broekje of als ik zeg maar gewoon op de bank aan het chillen ben. Ik hou nooit zo van lange joggingsbroeken, want daar krijg ik het altijd best wel warm van. Dus ik dacht, ik wil even een lekker kort joggingsbroekje. En hier zou ik ook nog in de zomer bijvoorbeeld eventueel in kunnen sporten. Het is wel echt een sportbroekje en ik vind hem echt heel erg lekker zitten. Ik heb hier maat Wow, dit is heel gek. Zara heeft hier een foutje gemaakt. Wat? Er staat hier op het kaartje staat XSS. En hier in de label staat ML. Dus welke maat ik nou heb? Geen idee. Oké, nu ga ik door naar de echte spijkerbroeken. En ik heb nog twee andere broeken besteld. Die niet van spijker zijn, maar wel lange broeken zijn. Nou ja, laat ik beginnen met deze spijkerbroek. Dit is een wide leg. En ik heb het kaartje er al afgetrokken omdat ik deze wil houden. Ik heb deze in maat 38. En ja, ik ga alle links in de beschrijving zetten. Dus check het daar even. Dit is echt een super wijde broek aan de onderkant. En toen ik hem binnenkreeg dacht ik ook echt, deze is echt 4 maten te groot. Maar toen ik hem aan had, zat hij wel goed. Dus dat was echt heel erg verdrietig. Want dan ben ik dus echt zo groot. Maar ja, ik ben wel heel erg blij met deze broek. Ik vind deze echt de leukste van die ik binnen heb gekregen. En dit is de wassing. Een beetje dat vintage, ja, een soort vintage... Oh, ik kom echt niet uit mijn woorden. Een soort van vintage wassing. Dat bedoel ik. En ja, hij zit wel goed. Alleen, hij had beter kunnen zitten of zo. Ik zit even te denken, ja, hij had ietsjes korter gemogen. Want ik heb zoveel broeken gepast. Ik weet ook niet meer precies wat dit ook weer was. Maar volgens mij had hij dus ietsjes korter gemogen aan de onderkant. Maar dat kan ik altijd eigenlijk nog wel fixen natuurlijk. Maar deze ging ik dus sowieso houden. Deze broek had ik dus ook in het wit. En ik haat dus echt witte broeken. Altijd als mijn moeder een witte broek aan heeft, dan heb ik het gevoel dat ik bij de tandarts ben. Ik vind het echt gewoon een tandartskleur. Terwijl, soms vind ik het bij mensen op Insta of zo, vind ik het wel leuk staan. Maar toch doet het me ook altijd wel denken aan tandarts. Ik weet niet waarom. Ik vind het gewoon lelijk vaak. Maar ik dacht, weet je, ik had het laatst weer bij iemand op Insta gezien. En toen dacht ik, ja, bij haar stond het toch wel leuk. En ik had echt die broekjes. Dus misschien ik dacht, dit is mijn doorbraak. Nu vind ik wat ik leuk vind. Maar ik kan er nog steeds niet echt helemaal aan wennen. Het is dus dezelfde broek die ik net aan had en liet zien. Ja, deze heb ik ook in de maat 38. En deze is dus €40. Maar ik denk niet dat ik deze ga houden. Want ik voel het toch niet helemaal witte broek. En misschien moet ik het wel in een volledige leuke outfit zien. Maar ik zou ook niet weten wat ik hierbij moet dragen als ik eerlijk ben. Dus deze ga ik denk ik gewoon weer lekker terugsturen. Ja, en als mensen tips hebben wat je leuk kan dragen met witte broeken, laat me weten. Oké, en dan nog een blauwe spijkerbroek. Dat is deze. En deze vond ik zo leuk op de website. Ik vond het heel erg leuk omdat dit gewoon net even een ander kleurtje is. Er zit gewoon een apart kleurtje door deze wassing heen. Wat ik echt heel erg leuk vond. Maar hij zat dus zo raar. Dit is een maat 38. En normaal heb ik dus maat 36. En zelfs deze broek zat super strak aan de bovenkant. Hij zat ook helemaal niet mooi. Ik had wel dat ik gewoon, als ik hem aandeed, dat ik er gewoon eventjes doorheen moest. Aangezien mijn benen lopen zo, dan kon mijn heup opeens zo tak omhoog. En ja, broeken hebben het daar altijd zwaar mee met mij, met mijn lichaam. Dus die moeten dan er even voorbij en dan gaat het wel weer. Alleen, ja, alsnog zat het niet echt lekker. En ik baal heel erg. En ik zit ook te denken, ik ga misschien straks nog een keertje passen. Gewoon in de hoop dat hij dan opeens wel past. Maar ja, ik twijfel, nou, ik moet het eigenlijk gewoon niet doen. Want hij zit niet goed. Maar ik vind hem gewoon zo leuk. Ik weet niet, ik vind hem gewoon echt heel erg leuk. Dus ik ga hem straks nog 1 keer passen. Maar ik denk dat ik hem weg moet sturen. Omdat hij gewoon echt niet mooi zit. Oh, en deze heb ik trouwens in 38 en die was €40. Nou, dan heb ik nu hier een zwarte broek. En ook deze had ik weer een beetje twijfels. Ja, dit is een zwarte broek met een split. En die split zit aan de onderkant dus net even kut. Hij is net iets te lang voor mij, deze broek. En als ik hem dan moet innemen, dan valt die split weer raar. Dan heb ik een heel kort splitje. Dat ziet er ook niet echt uit. Ik vond hem wel mooi zitten. Gewoon, oh, dat haar zit ook totaal niet vandaag, maar goed. Ik vond hem wel gewoon mooi zitten aan de bovenkant bij mijn taille. En Hij zat ook wel lekker. Ik heb deze in maat 38 en hij was €30. Maar ik ga deze wel terugsturen, want ik denk dat ik dit echt niet ga dragen. Omdat ik me gewoon irriteer aan hoe die split aan de onderkant valt. En dan weer een blauwe spijkerbroek. En dit is mijn grootste twijfelgeval. En ik zal jullie even laten zien waarom. Kijk, ik zag op de website dit. Deze wassing. En ik vind deze wassing echt heel leuk. En ook zo dit onderkantje. Heel erg leuk. Maar, nu komt de maar. Kijk de bovenkant. Dit is een andere wassing voor mijn gevoel. Het is aan de bovenkant... Zit er iets donkers doorheen. Waardoor ik een beetje een Coolcat vibe krijg. Dit is een beetje de wassing die je dan bij Coolcat broeken vroeger had. En dat vind ik dus echt weer heel lelijk. Maar ik zit ook te denken. Als ik gewoon een blouse aan heb. En dat valt er een beetje overheen. Dan valt het niet zo op. Want deze zit verder wel gewoon goed. En ja. Ik vind zeg maar tot hier. Dan wordt het lelijk. En ik weet niet of jullie het verschil zien. Maar... Ik zie het echt heel duidelijk. Zeg maar vanaf hier ongeveer. Zie je zo een beetje een overloop. En dan wordt hij hier wat donkerder. En ja, me no likey. Maar goed, ik vind de rest van de broek wel leuk. En dat is wel het grote deel van de broek. Dus waarschijnlijk ga ik deze wel houden. Maar nog klein twijfel. Heb ik hier echt een super leuke joggingsbroek. En deze joggingsbroek heb ik in een maatje S. En die was 17,95 volgens mij, €18. Lekker goedkoop in ieder geval. En dit is de broek. En je kan hem ook aantrekken. Dat is heel fijn met touwtjes. Want ik heb dus een S. Maar hij zat... Oh nee, dat... ik praat poep. Dat was bij die andere broek. Maar goed, hij loopt gewoon lekker wijd. En hij zit heel lekker. En nu hoop ik alleen nog dat hij de wasmachine overleeft. Vaak de joggingsbroeken bij de Zara die overleven de wasmachine niet of de droger. Ik weet niet wat er gebeurt. Maar als die het washok ingaat is het een maat S. En dan als die het washok uitkomt dan is het altijd een XS. Dus vind ik altijd heel knap bij Zara. Die hou ik ook sowieso. Dan heb ik hier nog een spijkerbroek. En ja, deze spijkerbroek is gewoon een skinny jeans. Ik dacht, misschien moet ik weer een skinny jeans kopen. Misschien gaat dat mijn doorbraak zijn. Maar nee, dat was het ook niet. Dit is ook gewoon echt een hele simpele basic broek. Hij zat wel heel erg mooi bij mijn billen. Maar verder, ja, daar hield het ook wel weer mee op. Dus dat was deze. Deze had ik in de maat M. En die was volgens mij... Heb ik nou het kaartje eraf gehaald? Dan kan ik hem niet meer terugsturen. Oh nee, hij zat in zo'n rolletje. Nou, ik weet niet hoe duur die was. Ik denk €30. Dat gok ik. En dan nog een spijkerbroek. En deze heb ik in de maat 36. Het is een slim fit, een high-rise. En deze was €30, 29,95. Ik vind deze best wel leuk. Alleen ik heb dus al soort van zoiets. En ik moet ook keuzes maken met welke broek ik wil. Want ik ga ze niet allemaal houden. Dat kost een beetje veel geld. Maar ja, deze zat op zich wel prima. Alleen wat ik net ook vertelde met dat die zo voorbij mijn heup moet komen. Dat had deze dus ook. Dus dat was wel iets minder. En hij is ook niet mega rekbaar, zeg maar. Maar goed, dat was deze broek. En die ga ik ook lekker terugsturen. En nu elke keer als ik die broeken weer in mijn handen heb. Heb ik het gevoel van, heb ik wel goed gepast? Misschien hou ik ze toch wel. Maar ik had net helemaal uitgestapeld van... Dit stapeltje doe ik weg. Dit stapeltje hou ik. En deze twijfel ik. En die twijfel ik weer over alles dat ik weg doe. Maar oké. Dan heb ik als laatste echt een super leuke broek. En dat is deze. Ik vind deze zo leuk. Alleen hij zat dus best wel een beetje losjes aan de bovenkant. Maar gelukkig zitten er touwtjes aan. Dat ik ze kan aantrekken. Kijk, en vaak zijn dit foptouwtjes, maar deze trekt wel echt gelukkig aan. Ja, ik hou echt van deze broek. Ik ben heel erg blij dat ik deze in ieder geval gevonden heb. Dus ik heb in ieder geval iets wat ik weer heel erg leuk vind in mijn kast. En hij is ook lekker lang en heel zacht spul. Dit is wel van het spul waar water op komt en dat je gelijk een vlek hebt voor 2 uur lang. Maar ja, hij is wel echt heel erg leuk. En deze heb ik ook in de maat M. Die had ik misschien zelfs nog wel in een S'je gepast. Alleen ik durf niet het risico te nemen om dat uit te proberen. Want dan moet ik weer... Stel dat M toch beter was. Dan moet ik weer 3 keer alles lopen retouren en zo. Maar goed verhaal. Deze was €30, 29,95. En ja, dit waren dus eigenlijk al mijn items. Ik ben er nog best wel snel doorheen gegaan. Alleen ik twijfel dus echt nog wel wat ik houd. Ik houd in ieder geval al die topjes hou ik. Of nou, al die topjes. Ik heb 1 topje. En 2 jurkjes. Die houd ik. Dat korte roze broekje wil ik ook sowieso houden. En deze broek, de jongensbroek en de eerste broek. Die hou ik 100%. En over de rest twijfel ik nog. Dus ik ga nog heel eventjes... Ja, passen straks en kijken welke ik wil houden. Ja, ik was in ieder geval wel heel erg blij met mezelf dat ik dit idee had bedacht. Om lekker alles te gaan bestellen en te kijken thuis wat ik leuk vond staan. Ik ga straks nog even verder kijken. Want ja, ik twijfel gewoon nog te veel wat ik wil houden. Maar ja, voor de mensen die ook twijfelen over broeken en het nooit weten, raad ik dit wel aan. Het was best wel handig om lekker thuis even te passen. Kun je ook kijken welke leuke schoenen eronder staan. En kan je gewoon goed even lang de tijd nemen om te passen. Want altijd als ik ook in zo'n paskamer sta, dan voel ik me helemaal opgejaagd. Omdat er weer een rij van hier tot Tokio staat. Dus dat is wel chill. Het is natuurlijk wel het beste als je gewoon Klarna hebt. Ik weet niet of iedereen dat zomaar kan doen. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat is wel chill. Dan kan je lekker achteraf betalen voor hetgeen wat je gewoon alleen wil houden. Ja, dit was het einde van deze video. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Ja, doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En ik hoop jullie te zien bij een volgende video. Doei!